19 december is het tijd voor de klassieker Feyenoord-Ajax. Voetbal International zocht speciaal daarvoor Ajax-legende Sjaak Zwart, Feyenoord-legende Jan Boskamp en de in Amsterdam geboren Feyenoorder Rinus Israël op en legde ze pittige stellingen voor, zoals Berghuis past beter bij Ajax dan bij Feyenoord. Bovendien moesten de mannen ook hun supportersbril even afzetten en de ideale opstellingsmix maken van spelers van zowel Ajax als Feyenoord. In deze aflevering de pittige Feyenoord-Ajax-stellingen. Steven Berghuis past beter bij Ajax dan bij Feyenoord? Ja, wat is je antwoord daarop? Nee. Waarom niet? Moet je dat ook weten? Omdat hij, ja, daarom. Dan mocht je doen wat hij wou. Had hij een vrije rol en noem maar op. En als hij bij Ajax aan de rechterkant moet spelen, dan is je plaats gebonden. Bij Feyenoord had hij vrij, want daarom speelde hij, vond ik, achter de spits speelde hij beter dan aan de zijkant. Voor hem zelf zou het beter zijn als hij bij Feyenoord had gebleven. Ja? Ja. Sjaak? Ja, je weet het wel. Ajax? Vind je hem bij Ajax passen? Ja. Heel goed. Op welke positie? Ik heb voor mij rechtsbuiten. Ik vind hem persoonlijk heb ik meer met hem als met Entry. Sjaak, het is geen vaste speler bij jullie voor het eerste. Als je keuze, als je genoeg spelers tot zijn beschikking hebt, iedereen is super. Ja, maar welke? Nou, ik denk dat. Nou, jij bent Anthony. Anthony heeft meer, die zijn vergelijkbaar met hem. En ik vind Klaassen op die positie beter. Omdat hij meer arbeid kan verrichten. Alleen op 10 of wat? Ja, nee, dat vind ik sowieso. Een speler die daar hoort te staan. Feyenoord wordt binnen 5 jaar kampioen. Jan? Dat is toch normaal? Dat is normaal. Ja. Volgens mij was het 1 keer in de 20 jaar, maar dat zeiden. Ja, dan maak ik het niet meer mee, denk ik. dan maak ik het niet meer mee. Niet. Ik geloof erin, ja. Want ik vind toch dat ze goede spelers hebben, of de mensen goed genoeg aangetrokken. De laatste 4-5. Met de trainer erbij wordt het dan. Nou ja, die trainer is ook afhankelijk van. Sjaak. Feyenoord kampioen binnen 5 jaar. Nee. Maar ze komen wel ietsje dichterbij. Nee. Ik word zo moe bij je. In je poppenhuis helemaal. Ik word zo verschrikkelijk moe bij je. Dat werkt niet te geloven. Geef me een klam eens uit, hoor. Nee, maar ik heb nu een mooie persoon. Kuip is het mooiste stadion van Nederland. Ik vond de Kuip het mooiste veld dat we hebben. Want voor de wedstrijd mocht ik als enige altijd op het veld. Om even te kijken hoe mooi kort geschoren was. Dus absoluut. Buitenkijf, Feyenoord, beste speelveld. Beste speelveld. En stadion is ook mooi. Sjaak, de Kuip is het mooiste stadion van Nederland, ja of nee? Ja, dat is werkelijk niet te geloven. Nou, je zit er gewoon een foto in. Ja of nee? Ik vind het minder. Ja of nee? Nee. Ja. Voor, in mijn periode wel, maar nu daarna niet meer. Niet meer. Rinus, de Kuip is het mooiste stadion van Nederland. Ja, het mooiste. Het is echt een... stadion gebouwd worden voor voetbal. Ja. Tegenstelling van andere stadions bedoel je? Nou ja, nee, Jan. Jan, ik heb geen idee wat dat kan, maar de Kuip is het mooiste stadion van Nederland. Ja. En omstreken. Er is toch 2-1 geworden, Sjaak. Ajax wint binnen 10 jaar de Champions League. Ja, nee, ik denk het niet. Oh. Nee. Zo. Kan je niet meer tegen andere landen die voor een speler 150, 130 gans betalen. Nou, in Spanje zijn ze goed bezig om het tegendeel te doen. Nou, als dat zo zou zijn, dat echt de situatie een beetje eerlijker wordt. Hè? Ja. Want er zijn clubs die kunnen alles kopen, dat zie je ook. En dat komt Feyenoord bijvoorbeeld op dit moment tekort. Dat ze niet echt een beetje geld aan kunnen geven om de minste plaatsen nog even te verdelen voor een goede. En dat zijn die laatste kleine dingen, maar dat vind ik bij Ajax ook. Ajax moet achterin nog een stopper hebben van 2 meter. Ze kunnen wel kwartfinale, halffinale, dat zou moet mogelijk zijn. Wint Ajax binnen 10 jaar of 100 jaar in jouw geval de Champions League? Nee, maar wij wel. Nee, ik denk dat ik het verhaal van Sjaak herhalen. Dus, je kan tegen die kapitaal krachtige clubs kan je niet meer tegenop. Rinus, Ajax is de grootste club van Nederland. In ieder geval hebben ze de meeste prijzen gewonnen. Wat dat betreft zijn ze het grootste.
Maar ik denk dat Feyenoord ook, ik vind ze gelijkwaardig qua uitstraling. Ja, Ajax is absoluut de grootste. Ik vroeg niet absoluut, ik vroeg... Okay. Dat zeg ik er even bij. Oké, dan gaan we naar Jan. Feyenoord is absoluut de grootste club van Holland. Dan mag je een vraag stellen, hè? Tot slot de uitslag van 19 december Feyenoord tegen Ajax. 2-0. 1-1. 1-2. 1-2. Verrassend. Ben je nog hard op zoek naar een cadeau onder de kerstboom? Ga dan snel naar shop.vi.nl. Want wil je naast dit mooie verhaal met Jan Boskamp, Sjaak Zwart en Rinus Israël echt alles weten over de klassieker? Ga dan naar shop.vi.nl en bestel de klassieker special van Voetbal International.